Hey allemaal, welkom bij deze video. Patrick hier. Sorry dat ik even een tijdje geen video's heb opgenomen. Het is gewoon dat ik het druk heb met het persoonlijk leven. En ik heb gewoon een beetje veel hooi op mijn vork genomen. En ja, dan wordt het nogal moeilijk om je aandacht goed te verdelen. Ik vond het wel weer eens tijd voor een vlogje met het thema autisme en ook een beetje ADHD. En ik wil het gaan hebben over mijn medicatieverleden. Dat is alweer even geleden. Ik ben inmiddels 29. En de laatste keer dat ik medicatie innam toen was ik 17 jaar. Ik heb vroeger Clonidine gehad. Daar nam ik steeds een halfje van, 's morgens en 's avonds. En ik heb Ritalin geslikt. Dat in verschillende doseringen, zeg maar. Op de lagere school heb ik dat geslikt. En ook nog op de middelbare school een tijdje. Hoe heet het? Ik heb de diagnose PDD-NOS, dat weten jullie al. En ik had ook de diagnose ADHD. En ADHD, ja. Ik was een heel druk kind vroeger toch wel. Wat mij vooral is bijgebleven is dat mijn ouders die zijn gescheiden. Al vanaf dat ik 2,5 ben. En ik merkte vooral dat als ik in het ene huishouden was, dan vonden ze dat ik druk was zonder medicatie. En in het andere huishouden vond men dat ik druk werd van de medicatie. En dan hebben we het over Ritalin. En Clonidine werd mijn knock-out pil genoemd. Die nam ik voor het slapen gaan. En dan vrij snel daarna viel ik in slaap. Nog even een disclaimer, zeg maar. Alles wat ik in deze video vertel, dat moet je niet per se na gaan doen of zo. Want op een gegeven moment ben ik gestopt met mijn medicatie. Omdat ik er nogal zat was. Ik wilde eigenlijk wel weten of ik dat spul echt nog wel nodig had. De Ritalin. En het werd natuurlijk afgeraden door de psycholoog. Om te stoppen met je medicatie. En zeker de manier waarop ik gestopt ben met mijn medicatie. Want het was nogal zo dat als ik een druk kind was. Dat mijn moeder zei van ja, dat komt omdat je je medicatie niet hebt geslikt. En wat deed ik als 17-jarige jongen? Ik ben gestopt met mijn medicatie, gewoon, van de een of andere dag. En dat heb ik stiekem gedaan, 2 maanden lang. Heb ik niemand verteld dat ik gestopt was met mijn medicatie. En toen na 2 maanden heb ik dat gewoon bekend bij mijn vader en bij mijn moeder. En sindsdien heb ik nooit meer medicatie geslikt. En het gaat prima. Wat dat betreft vind ik althans hoor. Ik vind dat medicatie heeft me toch wel een beetje afgestompt als persoon. En ja, ook wel veranderd denk ik. Ik was inderdaad vroeger best wel een druk persoon. Ik praatte veel, bla 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 bla. En nu heb ik dat soms nog wel als ik ergens enthousiast over ben. Maar ik heb toch voornamelijk dat ik de stille ben in de groep, vind ik zelf dan. Hè? Want ja, dat vind ik gewoon zelf. Dat gewoon als er meer dan één persoon is, dan vind ik het moeilijk om te communiceren of om het te volgen. Allemaal, dus dan luister ik liever. Ja, wat moet je met deze informatie? Ja, niet zoveel. Ik bedoel, dit is gewoon even mijn verhaal. Ik ben toch wel erg blij dat ik van de medicatie af ben. En sinds die tijd heb ik ook niet echt de behoefte om, als ik maar een pijntje heb of zo, of wat dan ook, om aan de medicatie te gaan of zo. Bijvoorbeeld... ik zou nooit antidepressiva gaan gebruiken of zo. Of dat soort dingen. Omdat ik denk dat ik wel op andere manieren mijn buien... ik heb af en toe wel eens natuurlijk een depressieve bui, zoals elk mens. En ik denk dat ik dat met de muziek heel goed kan beïnvloeden. Zo doe ik dat dan, althans. Deze video is even wat langer geworden dan dat ik wilde, maar ik hoop dat je er wat aan had. Dit is mijn ervaring met medicatie. En tot de volgende video. Ik zou het wel leuk vinden als je hieronder jouw medicatiegebruik deelt of zo. Dat zou kunnen. Of ervaringen ermee. Ik ben al een tijdje niet meer bezig met medicatie, dus ik weet helemaal niet of Ritalin en Clonidine überhaupt nog wel gebruikt worden. Of je dat wel kent. Maar goed, bedankt voor het kijken naar deze video en tot ziens.